Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. De allereerste die we echt opnemen in het nieuwe jaar. Het is inmiddels alweer 4 januari, de tijd vliegt. Het vuurwerkseizoen staat alweer bijna voor de deur. Nee, geintje natuurlijk. Het is momenteel dus de 4e van januari en dat houdt dus in dat, dat we een soort van hebben kunnen rusten met alle drukte, alle hectiek. De video's die staan erop. Compilatie wordt goed bekeken. Mocht je die nog niet gecheckt hebben, check hem allemaal eventjes, jongens. Link staat in de beschrijving. En we hebben met Oud en Nieuw, ik denk zelf persoonlijk vind ik dat het de beste compilatie van ons ooit is. En waarom? Omdat we echt de ziekste blokken hadden. Niet zomaar blokken die je ergens kan kopen hier in de regio, maar gewoon echt zieke blokken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Gezien de reacties vonden jullie die video ook in ieder geval heel ziek. Maar altijd begin januari zie je ook de mindere kant. En dat is namelijk de cijfers van de mensen die gewond waren geraakt. Alle tegenstanders die gelijk weer met hun vuist op tafel slaan dat het verboden moet gaan worden. En daar wil ik met jullie deze video over maken. Het is namelijk zo dat er vanochtend, ik werd alweer doodgespamd op Instagram in de DM voor het volgende artikel. Ik zal het nu wel even in beeld zetten. Klaver en Ouwehand zijn het zat. In 2022 permanent vuurwerkverbod. Nederland moet definitief afscheid nemen van consumentenvuurwerk, vinden GroenLinks en Partij van de Dieren. Beide partijen dienen deze week een wetsvoorstel in om met ingang van komende jaarwisseling al het vuurwerk behalve kindervuurwerk te verbieden. Oud en Nieuw is allang geen feestelijk begin van een nieuw jaar meer, maar een aaneenschakeling van gevaarlijke incidenten, stelt de PVD-fractievoorzitter Esther Ouwehand. Kijk, ik zeg heel eerlijk, heel veel mensen zijn boos. Vooral de vuurwerkliefhebbers zijn allemaal boos op deze mensen. Ik zou je zeggen van hou je rustig, weet je waarom? Dit kon je al lang al zien aankomen. Dit jaar waren er dus veel gewonden, volgens mij een stuk of 100. Dat is bijna hetzelfde als het aantal in 2019 die binnenkwamen op de spoedeisende hulp toen er geen vuurwerkverbod was. Ik weet niet exact de cijfers trouwens van de gewonden op dit moment. Maar een paar dagen geleden in de livestream liet ik al zien dat er op dat moment al 80 waren. Maar wat kunnen wij dan zeggen naar aanleiding van die gewonden die er dus dit jaar zijn, ondanks het vuurwerkverbod? Dat dus het vuurwerkverbod niet werkt, omdat men allemaal over de grens hun vuurwerk gaan kopen. En dat is allemaal dus gevaarlijker vuurwerk. Dat is gewoon een feit. Wat doen die partijen? Die partijen die nemen die 80 personen die gewond zijn, zij keren het om. Zij zeggen, zie je wel, het vuurwerkverbod helpt sowieso niet. We moeten er gewoon helemaal van af. Niemand moet meer een stukje vuurwerk in hun handen kunnen krijgen. Ik wist het al. Ik wist dat wij kunnen nooit met cijfers slaan in hun optiek. Nooit. Want als er dit jaar bijvoorbeeld 300 gewonden waren, allemaal door gevaarlijk vuurwerk, dan zeggen ze hetzelfde. Dan zeggen ze van ja, maar daarom moet het verboden worden. En dat zie je namelijk ook altijd in nieuwsartikelen. Dan staat er bijvoorbeeld een jongen verliest hand door cobra. En dan staan er 100 reacties van allemaal Facebook vrouwen erin. Allemaal van die kortpittige dames die erop reageren met verbieden die zooi. En dan moeten al die vuurwerkliefhebbers moeten eronder reageren met het is al verboden. Wat ben je nou aan het zeiken, weet je? Wat er ook gebeurt is dat er natuurlijk ook weer heel veel petities ontstaan en discussies en zo. En zonder echt duidelijk te zijn over die mening die ik heb, vind ik dat petities werken niet, jongens. Het werkt niet. Het is nu de tijd, wederom alweer, voor de vuurwerkbranche om nu keihard er tegen in te gaan. Met artikelen in de media te komen. Net zoals hoe de Partij van de Dieren en GroenLinks dat doen. De media bestoken met nieuwsartikelen. En met de juiste cijfers. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Maar dat doen ze niet. Want dat hebben we laatst ook gezien met dat verbod. De brandbrief van artsen en dokters waren er sneller dan een reactie van Leo Groeneveld. Maar dat geheel terzijde. Het is gewoon zo dat petities niet werken in mijn optiek. Eigenlijk denk ik juist dat je de discussie eigenlijk alleen maar meer aanzwengelt om met petities te gaan werken. Je hebt, weet ik veel hoeveel petities. Je hebt er misschien wel 200 op het internet. En iedereen zegt altijd, je moet ze delen hier, je moet ze delen daar. Maar het werkt niet. Je helpt mee aan een discussie. Je moet eigenlijk gewoon stoppen met die discussie. Eigenlijk moet ik deze video dan ook niet maken. Want niemand moet erover hebben. Alleen ja, de media pakt het toch weer op. En daarom wil ik jullie gewoon even de informatie geven zoals die is. Ik denk zelf persoonlijk dat je wel kan concluderen dat een verbod niet werkt. Dat wisten wij al, maar het feit ligt nu op tafel, klaar. Iedereen heeft gewoon massaal vuurwerk afgestoken en dat was geen vuurwerk wat nog is overgebleven uit 2019 natuurlijk. Dat vuurwerk is allemaal uit Duitsland, België en misschien wel Polen, weet je? Bovendien,
als men de grens overgaat naar België, dan kan je daar ook gewoon strijkers kopen en nitraten, weet je. Dus je brengt het gevaar, breng je eigenlijk hier naartoe. Want ja, wij houden van nitraten, jullie waarschijnlijk ook. Maar je kan wel de conclusie trekken dat nitraten gevaarlijker zijn als het vuurwerk wat wij hier verkopen. Als het misgaat met een nitraat, zijn de gevolgen groter dan dat het hier misgaat met een pot bijvoorbeeld. Maar goed, daarom is het te triest voor woorden dat ze nu dit weer gaan aanpakken. Of in ieder geval gaan gebruiken. En iedereen zei het al, ik heb het ook gezegd in de video's. Op het moment dat je één keer toegeeft voor een vuurwerkverbod, dan gaan ze dit gewoon misbruiken. Dan gaan ze gewoon zeggen, ja, en nu is het tijd voor een algeheel permanent vuurwerkverbod. Terwijl het natuurlijk gigantische onzin is. Want in Duitsland verkopen ze vuurwerk. In Polen verkopen ze vuurwerk. Iedereen gaat dan massaal de illegale markt op. Sterker nog, stel dat je het permanent zou verbieden, dan gaan die dealers massaal uit de grond gestampt worden. Want die dealers kunnen mega veel orders maken natuurlijk. Ze kunnen fucking veel verkopen rond oud en nieuw. Vooral de komende 10 jaar. Iedereen zit nog met vuurwerk in hun hoofd. Dus rond oud en nieuw zie je allemaal Cobra's, profblokken, shells zie je de straat in. Want ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik vond echt dat er dit jaar zwaarder vuurwerk was. Meer mensen hadden profblokken, had ik het idee. Ik heb heel veel matten gehoord, ook om 12 uur en daarvoor. Volgens mij waren er ook heel veel cobra's. En het is voor de politie niet te handhaven. Het is gewoon niet te handhaven. Want we mogen ook wel onderhand wel even een dikke SO doen naar de politie, die niks gedaan heeft met oud en nieuw. Niet dat ze dat doen voor ons, maar ze kunnen het gewoon niet aan. Ik zeg eerlijk, ze kunnen het gewoon niet aan. Mensen gaan massaal vuurwerk afsteken. Ze kunnen moeilijk naar iedereen toe en zeggen, wil je dat niet doen, weet je? Want tegenover staat ook weer iemand. En daarnaast staat er weer iemand, weet je? Dus het werkt gewoon niet. Daarom moet je het gewoon laten doorgaan. Je moet gewoon het vuurwerk komend jaar sowieso door laten gaan. En de andere jaren ook. Om het te reguleren, weet je? Om gewoon het legale vuurwerk hier te houden. En het illegale, daar moet je op handhaven. Handhaven op die... op dat illegale vuurwerk, sorry, handhaaf op de mensen die er dingen mee opblazen, weet je, en al het echte zware, dat moet je handhaven. Maar dat kunnen ze kennelijk niet, omdat alle grenzen open zijn. Iedereen, weet je, de grenzen zijn gewoon open en iedereen kan zo de grens overrijden om hun vuurwerk te kopen. En in Polen, in Duitsland, wat dan ook. Dat hebben wij al vaker laten zien dat dat dus kan. Je hebt ook de rijen gezien in België de afgelopen dagen voor oud en nieuw. Het was een chaos. Die winkels daar, die zijn gewoon uitverkocht geraakt, jongens. Zena Ole, Salon Roger in Baarle. Al die winkels hadden mega drukte en gewoon recordomzets vanwege het vuurwerkverbod hier. Ga je dat permanent verbieden, gaat iedereen massaal die kant op. Sterker nog, ik voorspel nog wat. Dat is namelijk dat er heel veel Nederlandse vuurwerkbedrijven gewoon daar gaan zitten. Net over de grens. Dat wat je nu eigenlijk ook al ziet, hè. Want je hebt heel veel vuurwerkwinkels net over de grens in Duitsland. Die gewoon Nederlands zijn. Om maar de Nederlandse wet te omzeilen. Dus wel pijlen te kunnen verkopen. Of mooiere cakes tegen een lagere prijs, weet je. Dus mocht het permanent verboden gaan worden, gaan jullie zien. Dan gaan er heel veel ondernemers in het vuurwerk, die gaan de grens over en daar hun winkels zetten. En dan zie je dus de 31 of de 29ste dat mensen massaal de grens overgaan om hun vuurwerk te halen en weer terug te rijden. Daar is gewoon geen politie voor om dat te handhaven. Dat kan nooit. Dus, wat moet je doen? Je moet nooit een vuurwerkverbod doen, want je haalt de ellende in huis. Maar goed, Jesse Klaver die weet dat waarschijnlijk donders goed, maar het gaat hem niet om de feiten. Het gaat er gewoon om dat vuurwerk verboden wordt. Die mensen hebben er gewoon een scheidhekel aan het vuurwerk. En het moet gewoon verboden worden. Daarom zei ik al, als je één keer een vuurwerkverbod invoert vanwege corona, dan kan je er echt op nagaan dat ze het jaar daarna gaan misbruiken om een definitief verbod te doen. Het is allemaal heel erg voorspelbaar, weet je. Maar goed, in ieder geval mochten er updates zijn. Want in het artikel staat ook dat er dus een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die moet daar dan geaccepteerd worden of wat dan ook. Dan komen we daar sowieso mee terug. Ik denk zelf persoonlijk dat het niet gebeurt. Ik denk echt dat er genoeg partijen zijn die wel gewoon hersens hebben. Maar dat het ooit verboden gaat worden permanent, dat weet ik wel zeker. Ik heb het vaker voorspeld, ook in september zei ik als eerste, er gaat een vuurwerkverbod komen dit jaar. Er waren heel veel mensen in de reacties die zeiden, ja, je bent gek. Het verschil met vorig jaar is dat iedereen nu gevaccineerd is. Nou, iedereen heeft 2 of 3 of zelfs al 4 spuiten in een arm. En vuurwerk was alsnog verboden. En er is nog steeds een lockdown. En we kunnen alsnog niet uit eten gaan.
Dus in ieder geval, wat moet er dan wel gebeuren mocht het vuurwerkverbod van tafel gaan komend jaar? Kunnen jullie dat vertellen? Ik ben namelijk erg benieuwd. Wat zou er moeten gebeuren? Willen ze dus volgend jaar geen argumenten meer hebben om een vuurwerkverbod in te voeren? Het enige waar ik aan kan denken nu is dat het dus dit jaar gewoon totaal niet geholpen heeft. Maar goed. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken. Dit was gewoon even een korte update over wat er nou allemaal speelt. Ik denk zelf dat dit uitgaat als een nachtkaars, deze discussie. Ik zelf persoonlijk vind ook dat petities niet helpen. Alleen ik denk zelf persoonlijk dat het wel gewoon goed is om jullie gewoon op de hoogte te houden als YouTube-kanaal op vuurwerkgebied. En mijn mening daarin te geven, zodat wij ook een soort van agressie daarvan weg kunnen schieten, weet je. Thanks voor het kijken, jongens. Vergeet de compilatie niet te kijken. Heb je hem al gezien? Kijk hem dan nog een keer. Doe een like omhoog daar. En dan support je ons maximaal.